Collega's, er zijn in ons land 150.000 illegalen. Het resultaat van de decennia lange weigering om werk te maken van een gedegen terugkeerbeleid. 400 daarvan hebben nu beslist om in hongerstaking te gaan. En de schuldigen die zijn duidelijk. In de eerste plaats de linkse partijen, waarvan er een aantal in uw regering zitten, die deze illegale aanmoedigen om in hongerstaking te gaan door ze een collectieve dan wel individuele regularisatie voor te houden. Maar evenzeer schuldig zijn de vorige regeringen die de collectieve regularisatierondes hebben gehouden, die sindsdien opnieuw 150.000 illegale aanmoedigden om in België te blijven in afwachting van een volgende collectieve regularisatieronde. En de laatste schuldige, dat bent u, meneer de premier. Want u laat uw staatssecretaris en uw linkse coalitiepartners elkaar nu al de hele tijd tegenspreken zonder een duidelijk signaal te geven dat wij ons niet zullen laten doen door chantage. En daarom, meneer De Croo, stel ik mezelf de volgende vragen. Bent u bereid hier in alle duidelijkheid en in het bijzonder aan het adres van uw linkse en Franstalige coalitiepartners te stellen dat er onder geen beding sprake kan zijn van een nieuwe collectieve regularisatieronde? En ook niet als die gecamoufleerd wordt onder een dekmantel van grootschalige individuele regularisaties. Gaat u uw bevoegde regeringsleden opdragen om deze hongerstaking stop te zetten en de betrokken illegalen op te pakken en vast te zetten in gesloten terugkeercentra tot ze het Belgisch grondgebied effectief hebben verlaten? En dan als laatste, wat gaat deze regering doen om de verdere aangroei van illegalen eindelijk te stoppen en de terugkeer van illegalen drastisch op te voeren? Hoe zit het ter zake met de uitvoering van dat masterplan gesloten terugkeercentra? Want ik ondervraag u en uw regeringscollega's daar bijna iedere week over en ik krijg nooit of te nooit een concreet antwoord. Wees nu eindelijk eens duidelijk. Geef eindelijk dat signaal dat wij ons niet zullen laten doen door chantage. Wie naar België migreert, zelfs als dat op een illegale manier gebeurt, die krijgt 101 manieren om verblijfspapieren aan te vragen op basis van objectieve criteria wordt er dan beslist, criteria die trouwens veel te lax zijn in België, op basis van die objectieve criteria wordt er dan beslist of die verblijfspapieren worden toegekend, ja dan nee. Als die aanvraag wordt afgewezen, dan zou het evident moeten zijn dat die mensen terug moeten naar hun land van herkomst. En dat dat dus gebeurt door die mensen vast te zetten in een gesloten terugkeercentrum in afwachting op hun repatriëring. Maar wat gebeurt er in België? Die worden niet vastgezet in een gesloten terugkeercentrum, nee, die krijgen een papiertje, een papierbevel om het grondgebied te verlaten, dat dan uiteraard gewoon genegeerd wordt. Omdat die mensen weten, die illegalen weten, dat als ze gewoon een aantal jaren wachten, dat er dan opnieuw massale regularisaties komen en dat al die mensen wiens aanvraag werd afgewezen, dat die toch nog papieren krijgen. En zolang, meneer de eerste minister, zolang u met dat wanbeleid geen komaf maakt, zolang u al die illegalen niet het land uitzet, bent u medeverantwoordelijk voor het feit dat er in België 150.000 illegalen ronddwalen in onze steden en dat er momenteel hongerstakingen doorgaan in onze hoofdstad. Maak daar eindelijk komaf mee.